De algemene ledenvergadering van de brandweer die heeft er vandaag besloten dat de manschappen verhit zijn getogen naar het kabinet van de vicepresident. Vicepresident Ronnie Brunswijk was er op dat moment in een regeringstop en kon de delegatie die verhit was niet ontvangen. Zij hebben toen daar aangegeven dat zij richting de minister van Justitie en Politie zullen gaan, want de minister van Juspol is uiteindelijk hun werkgever. We voeren u naar de beelden van de brandweer, de bond, bij het kabinet van de vicepresident. Heeft u gevolg aan het verzoek? Laten we ons hoofd koel houden. Laten we in alle rust praten over de zaken die spelen. Laten we de plooien proberen glad te strekken op deze manier. Want met deze spanning hebben we het nog niet bereikt. Ik doe een verzoek. Begeeft u zich met een delegatie van 20 man naar het kabinet? Ik zal daar ook zijn. De resultaten, toch? Die daaruit voort nemen we een besluit. Of we de tent gaan sluiten of niet. Maar we trekken terug, de rest van de leden trekken terug naar de basis. Omdat daar, luister. We zijn in een strijd. Het heeft in ablablo. If you're not lovely, why me shit up the direct down my way? No capra da peloton. Me da uma rei. Me gostava. Me gostava. Me gostava. Wat die Ivo? Ivo, laten we. Lukuja, mi a poa voorstel. Lukuja, hey, mi a poa voorstel. Toch? Let pankas, hè? Even. Oké, Lukuja. Let pankas heeft aangegeven. Dat abostuur ego nanga omen man. Wacht even, uno fet nanga mi. Luister, in totaal 20 man. Let banka heeft aangegeven dat de rest etrek is ref go terug naar waar CMP. Ja, ik zeg het gaat niet werken. If wala malai gua kabinet, da wala malai gua kabinet. Top. 20 mannen gaan met die minister praten, maar dan gaat iedereen naar het kabinet en we wachten vlak daar. Want ik aan minister kwam aan wel rotzooi, dan direct om te kwam standpunt. Omdat aan model DC, tak ja, komen jullie, dan gaan we praten. Hij zei jullie zoet, ja jullie zijn even zoet. Uno tanga de zandat moro. Omdat in een maanteng, mika zijn sap tak me gwa roko, maar mika zijn no sap f modoro osso of fa modoro osso. Ja? 100. En na enige sans aan minister man doet desnoods na potu een bericht in a media tak ay we condoleren de nabestaanden van de overleden brandweerlieden naar de society. Tanga dape. If allemaal gwe, if trekken terug, dan we trekken terug, maar daar bij kabinet. Niet naar CMP. Bambi. Ik denk maar dat bereid hoor. We gaan nu met het voorstel. Ja, we gaan naar daar. En dan 20 man, die kan naar de VVD.
Okay. Even the confederation. Okay. We will plant only the RFI richting de Miranda Straat. De reden dat jullie vandaag hier zijn gekomen bij het kabinet van de vicepresident. Om in één woord het aan te geven, we krijgen geen gehoor op al het geroep via schrijven, brieven, om aandacht te geven aan de noden waarmee wij zitten. Welke noden? Het zijn uiteenlopend, maar voor het laatst hadden we een, je kan het betitelen als een goed onderhoud met de minister. En die had enkele zaken toegezegd. En plotseling horen we niets meer. Worden we met een verhaal opgezadeld dat meneer Seedorf naar de rechter zal stappen. Meneer Seedorf is vrij om naar de rechter te stappen. Maar de zaken moeten gerealiseerd worden voor de brandweerlieden. Want ze hebben niets daaraan of meneer Seedorf naar de rechter gaat stappen of niet. Toch? De werkgever heeft een verantwoordelijkheid. En we verwachten dat hij dat moet en zal moeten nakomen. En daarover gaat het. Kijk, we kunnen niet maar zo blijven een stiefmoederlijke behandeling als maldoor. Het kan niet. Dus de ALV heeft toen besloten om hier te komen? Ja, dus de ALV heeft het besluit genomen vanmorgen om eigenlijk bij de vicepresident te komen. Maar we begrijpen, hij is in een politieke top. Mooi waar. Maar de mensen eisen dat er aandacht gegeven wordt aan hun geroep. We zien dat de mannen goed verhit zijn, heer Panka. Natuurlijk. Ze zijn moeilijk onder controle te houden. En het laatste dat er is dat men dreigt zaken lam te leggen. Anderen zijn wel op de kazernes tot nu toe. En zij wachten het resultaat af. Of er nog uitgerukt zal worden of niet. Jullie gaan dus nu richting de minister? Ja, we gaan richting de minister. En als we ergens moeten belanden bij de politieke topvergadering, dan zal dat gebeuren.